Welkom bij een nieuwe aflevering van FindTheCreator en dit keer heb ik een heel speciaal item. Hey Oddy, leuk dat je kijkt naar dit filmpje. Ik moest heel even melden dat je kijkt naar een filmpje wat onderdeel is van een hele serie over de Surinaamse Sopropo. Dus ga naar mijn YouTube kanaal en abonneer op mijn kanaal om de volledige serie ook te kunnen volgen. Heel erg belangrijk, maar we gaan nu even verder met dit stukje. Ik ben namelijk hier in Almere buiten en ik sta in de kassen van Ron van Zwet. We kennen hem allemaal wel van dit filmpje. Ron van Zwet, Ron van Onze Volkstuin uit Almere. Goedemorgen. Goedemorgen, leuk dat je bent. Ja, ik zeg het al, 5000 vierkante meter van deze mooie plantjes. Ja. Ja, waarom? Nou, dat is eigenlijk gekomen omdat ik met Onze Volkstuin en veel Surinaamse klanten heb. En die kweken dit ook al. En het is eigenlijk wel een product wat, nou, een nieuw product aan het worden is. En wij vinden dat ook de Hollandse mensen ze moeten gaan eten. En zijn het avontuur aangegaan om sopropo te gaan kweken. Ja, de meneer die het durft hier in Nederland op Nederlandse bodem de sopropo te verbouwen. Nou heb ik even gegoogeld en ik kom erachter dat hier in Almere er heel wat volkstuintjes zijn. Ik sta nu in een van zijn kassen. Als het goed is heeft hij hier 16.000 vierkante meter aan ruimte waar individuelen dus hun plantjes kunnen laten groeien en groentes kunnen kweken. Het is werkelijk indrukwekkend. Hiernaast heeft hij een andere kast van 4000 vierkante meters. Daar is waar de sopropo nu aan het groeien is. Die is nog niet oogstklaar. En hiernaast heeft hij nog een kast van 25.000 vierkante meter. In totaal heeft meneer Ron van Zwet 45.000 vierkante meter aan grond waar de meest geweldige dingen in kunnen groeien. Ik ben een man van mijn woorden. En we gaan straks een heel kort interview houden met Ron zelf om te weten hoe zit het nou met die sopropo die op Nederlandse bodem wordt geteeld. Blijf kijken. Best krankzinnig als je hier zo loopt, wat je allemaal ziet. De tuintjes staan er prachtig bij. En ik kom nu voorbij een dame die aan het planten is. Goeiedag, hallo. Goeiedag. Lukt het met het planten? Ja? Vindt u het leuk om heel veel kort op camera iets te zeggen over uw tuintje? We hebben de eerste slachtoffer al gevonden, volgens mij een Surinaamse dame. Ja. Ik ben vlogger, YouTuber. En ik ben helemaal uit Amsterdam gekomen hier om te kijken hoe de plantjes erbij staan. Want ik heb gehoord over Ron van Zwet en dat die Surinaamse sopropo aan het kweken is. En ik ga het met mijn eigen ogen zien. Hoe lang heeft u hier al een tuin? Ik heb al 5 jaar hier een tuin. Al 5 jaar heeft deze dame een tuintje hier. Zo! En wat heeft u intussen tijd allemaal geplant en mooi geoogst? Ik heb van alles geplant, meneer. Vooral tropische planten, groenten. Nou, het is heel erg. U ziet, het is de tijd nu voor tropische planten. U ziet, hier heb ik antroa. Okay. Daar heb ik aubergine. Daar hier heb ik tomaten. Daar heb ik taaierblad. Okay. Dus zo gaat het. En peper. En ik heb al een heleboel dingen eruit gehaald. Okay. Wintergroenten. Ah, dus, maar u bent al 5 jaar bezig. Echt. En komt u ook uit de buurt, Almere? In Almere. Ik woon in Almere. Kijk, dat zijn de luxes wanneer je in Almere woont. Dat je gewoon hier in je achtertuin 16.000 vierkante meter achtertuin hebt. Maar heel mooi, dus u heeft er altijd wat jaren. En die groentes, die Surinaamse groentes, die willen echt groeien hier in dit klimaat? Ze groeien ontzettend aardig, meneer. Ze groeien heel aardig en ze zijn heel lekker om te eten. Want ik eet ze elk jaar en dus ik vind het heel lekker. Oké, en nu is er een grote strijd op het internet, hè, vooral die importverbod wat we momenteel mee hebben uit Suriname. En we zijn zo gewend onze Surinaamse groentes te eten. Maar eerlijk, proeft u verschil tussen de Nederlandse sopropo en de Surinaamse sopropo? Nou, ik weet het niet precies, maar ik denk dat omdat dit biologisch is, dat het toch veel lekkerder is dan de dingen die uit Suriname komen. Of die hier verkocht worden. Ik weet het niet, maar ik vind ze wel lekker. Aha. Mevrouw, uw naam? Rinia. Rinia. Tante Rinia zegt... En nu komt ze met een degelijk goed punt en waar ik zelf heel erg een voorstander ben van. Die producten hier worden biologisch geteeld. Dus biologisch geteelde groenten krijgt tijd, krijgt de juiste voeding. Het wordt niet gehaast om die plant en die vruchten dwingen te groeien. Waardoor het uiteindelijk in de smaak veel beter tot zijn recht komt. Het is biologisch hier, dus helemaal geweldig. Nou, hartstikke dankjewel. Graag gedaan. En ik spreek u weer bij de oogst. Maar dan kijk hoe tante Rinia, dankjewel. Zo fijn fijn de groente, de biologische groente, zo mooi aan het telen is. Het is toch bijzonder. In de volgende aflevering gaan we in gesprek met oom Guno. Oom Guno is al lang bezig daar in die volkstuintjes om zijn groentes te verbouwen voor hij en zijn familie. Ik wil je in ieder geval bedanken voor het kijken naar deel 1 van de serie over de Sopropo op Nederlandse bodem. En abonneer, maar als je abonneert op YouTube kan je in ieder geval de hele serie meevolgen. Ik ben FindTheCreator en ik zie je bij het volgende filmpje. Goodbye!